Hier. Hier, zie. Hier heb ik je wasgoois voor u. Zie. Kijk je, en dat is niet hier. Zie, kom. Dat is voor dat toneetje. En als je volgende week zorgt voor een schoonzoontje vis, dan noem het zo. Dat slot de bullen de buts. Waar je op, geef op, waar je. Dat is goed. Zeg meis, allemaal een goeie dagje. En jongens en meisjes, ook de mermee. We gaan dat alles eens proberen. Allee, Emily, tot ziens, hé. Dag hoor. Miele Joe. Echt ons hoorloot, hé. Weet maar echt, maar. Wat moet dan mijn koe uit de stier? Ik moet er nog een koppel maanden op tussen komen. Ik ben al geen vreet niet meer aan. En niet te weinig honderd bekloten van me. Meisjes, zal hier zijn, hè. Allee, van weer, tot ziens, hé. Merci, hoor. Dat is een man, hé. Ho, ho, ho. Nou, zeg dan weg. Ja, dat is toch geen werk, zeker? Ah ja, daar is dat terug. Goeiedag allemaal. Is die nog druk geweest? Oh ja, de hond en de kom de man niet. Zeg, wat doet erop? Ah ja, we zijn niet verder gekomen dan Eindburg. Oh. Ja, ko. Aan de litter begon hij al te koken. Ja, ik dacht dat je een braad zou vliegen. Wat kon er al uit worden? Ja, ik zei nog tegen de meisjes, dat is niks. We vonden nog wel wat water bij. En dan redden we het wel. Maar ja. Was blij als ons dat kon laten in Eindburg. Maar pantoffel zijn ik voor jou, hoor. Wil je eens kijken? Maar 42. Ja, en ik kijk om wat 40. Ik dacht het weer weg. Maar je steekt er maar een proppe wat, hè. Goh, Jan, je bent al vroeg, Brink. Ja, ja. En je heet hem toch? Ja, maar ik heb nog geen honger, hoor. Wacht, geen honger. En anders vreet je Peter Rekut. Augustus, mevrouw, is dat uw zoon? Ik was verdwaald en hij was zo vriendelijk mij de weg te wijzen. Ah, dat is vriendelijk van die jong? Ja, die is nog behulpzaam. Net als de vader. Oh, je mulleko. Geef ons liever wat te drinken hier, want we hebben de kloven in ons lippen. Jacob, ik kom morgen wel langs om af te rekenen, hoor. Afrekenen, Sanne. Laat maar zitten. De schaal is al groot genoeg. Zeg, meisje, ik ga vlug naar eens wat Sintje zit op het hoofd. Dag, hé. Dag, Jacob. Merci, hoor. Moet die pantoffels nog in die pas? Ja, de kleine zin zijn in ieder geval niet. Oh, dat is waar. Ik heb voor jou ook nog een verrassing. Toch geen aardige ding, nee? En je lapje stof. Nou ben je toch niet zot? Toch niet van dat slechte wuf, het is een dikke? Want dat zeg je wel in het schep. Ze rekent altijd de penning 16 en neemt het nog niet zo nauw met de rellenstok ook. Jij neemt weer eens met de noogste dienstloop beroven. Zal de anders een beetje mooie stof bij u, hoor? Ik heb er ook een lapje. Kijk maar. Jij hebt er nogal in gebeten? Dat doe je anders ook nooit. Ja, maar ze heeft hem van mij gehad. Dat is andere sausen. Zo naturel. Ja. Bel, bel. Waar is het binnen? Hier, meisje. Lach er niet meer. Jij kent er zo'n water. Ben je toch niet bedonderd? Wacht. Ah, man. Je kan er wel uit, dus echt. En dat is 2 meter. Ja, dat zei ze toch. Toch een stek van die nellenstok. Man, je kan er nog geen zadoek van maken. Ja, en dat weet hij nou, maar elke keer trapt hij er weer. Ja, maar zijn nog een keer getrakteerd ook, niet? Ja, dat... Ja. Dat geloof ik. Maar dat denk ik zelf betaald. Maar krijg je het wel terug? Wacht maar. Ja, we gaan naar Rus, hoor. Maar morgen is het ook weer vroegdag. Ze zit niet toch niet anders als ruzie te mogen. Dag, hier, mij. Ja, ja, ja. Zijn we hier een keer alles toe? Dag, salut, hè. Ja. Dag, hier. Ja. Dag, ja. Toen op. Ik ben toch al weer te laten. Mijn eten staat wel al op de einde. Zeg, kind, dat is waar ook. Ik moet morgen naar Torup, eens je zin om mee te gaan. Moet je op kal eerst? Nee, ik moet naar een vlieten toestellen. Oh, dat lijkt me best leuk. Maar ja, ik zit in mijn Charlotte. Oh, dat passen we er wel op, hoor. Mag je maar niet ongerust. Ja. En je dat nog moet doen? En je kan nog niet op je eigen passen. Allee, dat is dan voor mekaar. Dan kom ik je morgen nog in om 6 uur lang met de taxi. Goed zo. Goedenavond, mensen. Dag, Josje. Ik zeker dat nu, anders een tikje mis tegen het buiten. Haha, je ziet geen hand voor je ogen. En de boot die vaart niet meer. En de vissen zal ook wel niet weg moeten, denk ik. Maar niet. Zijn Teun en Leunen toch al terug naar Ermee? Ik kwam eigenlijk net vragen of ze mijn sleutel hier teruggebracht hadden. Want dat hebben we er gezegd. Ja, men heeft nog geen meis gezien, maar ja, dat gaat nog, hè. Ja, als ze nu nog moet komen, dan kunnen ze wel blijven slapen. Maar die boot gaat niet meer. Goeienavond. 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 Het is koud buiten, hoor, met die mist. Hé,
Zeg, Joosje, ja? Weet je het zeker dat de boot niet meer vaart van hebben? Want anders zou wat zijn. Ja, ik heb nog een vrouw aan Flip van de boot en die vaart niet meer. En voor min is het niet zo erg, he? Want ik ben maar alleen. Ja, vrouwtjes, en je weet, ik heb geen plek om te slapen. Dat is het ergste niet. Dan blijven we maar een hele nacht opzitten. Tot morgen nog, en dan klaart de mist misschien wel op. Ja, maar dat is toch niet nodig? Als je er wel kan je toch blijven slapen? Het is wel geen eerste klas, maar het is al even proper. En er ligt nog een lekker gestikte deken op. Ja, ze zijn dat door mij bij elkaar moeten slapen. Maar ja, dan hangen we er wel een kurkenzak tussen. Ja. Nou, dat is dan toch weer mooie regel, hè? Zeg, Leun, zou je dan niet beter eerst even optelefoneren, hè, lieven? Dat hij tegen Wannes gaat zeggen dan ons verwaait leggen. Dat is waar ook, hè? Anders merkt hij zijn eigen zoon onrust. Zeg, Sanne, mag ik even? Jij toch wel zo'n verre lullen? Ach, wat zelf, meisje? Kom, doe dat ik. Ja, hoor, zal ik dat keer arrangeren, hoor. Zeg, Josje, hak je een te verzien. Zeg, wat voor nummer was dat ook weer? Nummer 11, Arnhem-Muiden. Oh, Arnhem-Muiden, mag ik je proberen, hoor. Ah, Tannetje, het is hier bij Kooi van Centraal. Nummer 11, Ermun. Jo, het zal wel even duren, zegt ze. Oh, het lang duurt, dan wacht ik wel even, hoor. Ah, is het mijn lieve? Ja, het is hier bij Kooi van Centraal. Zeg, zou ik je tegen Wannes willen gaan zeggen, dan Leune en Teune hier moeten blijven slapen? Ja, aan de boot voor niet, vanwege de mist. Ja. Maar die ben een goeie antwoord. Wij niet. Die slapen bij mekaar. En men hangt er wel een kurkenzak tussen. Wij op. Hoor je hem? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Oh, ze zien niet, zegt ze. Allee, jou ik ga het teruggeven. Allee, dag hoor. De groeten is ze, nee. Oh, de groeten is ze, zegt ze. Jo, dag he. Zeg, Sanne. Geef mij en de meisjes eens wat te drinken. Geef mij maar een lekker glasje bier, hoor. Maar ze wordt gewerkt aan zweten. Voor mij ook, hoor. Dat is goed voor de wormen. Alsjeblieft, meisjes. Dat is als mij, hè. Dankjewel. Goedenavond. God allemachtig, wat voor een nodige rampenzand is dat? Die is zeker ook met damper. Bitte? Ja, of hij bij de damper zit. Is Kiepka geen damper meer? Hebben ze nog een zimmer vrij? Gooi maar in mijn pad, hoor. Bitte. Die zal zeker ook bij de boot nemen op. Dat zal dan niet gij. Zeg, Leune, misschien kan die wat tussen jullie slapen. We rachten niet, wanneer zou hij zeggen. En die heeft nog van die magere beentjes ook. Ja, ja, hoe je nou net niet vat. Kom in de compagnie, meneer. Wie, Bitte? Ja, of hij nee lust. Platsen ze zich. Plats. Ah, dank u. Kom maar lekker bij de stoven, want hij zat wat koud, hè. Nou, zo met die blote billen, toendervlees staat erop. Hij is niet koud aan je billen. Bitte? Ah, koud aan de billen? Nee, 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 dat merken we niet meer. Nee, ze zijn anders zo blauw als een schotte. Wie, bitte? Ah, zo blauw als een schutse. Dat verstee ik niet. Dat mag ook. Kan ik etwas drinken? En die andere leute ook, ja? Allee, kom, die wil wat drinken. Wat mag het zijn, kerel? Hadden ze warme chocolademilk? Chocolademelk? Dat drink ik kopjes op, maar wat anders. Wie bitte? Ja, de krul, hoor. Bitte? Ja, de krul. Wollen ze snaps? Ja, 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 dat is ook goed. Goedenavond. Dag, het is zeker dat het nu mistig is. Afijn, dan kunnen we morgen niet slapen. Ja, ik ga ook maar naar bed. Het was vandaag zo'n drukke dag. En trouwens, van die zeelucht, hè, daar word je zo vreselijk moe van. Nou, dan ga ik maar wel trusten. En Jan, bedankt, hè, voor de gezellige avond. Niks te danken, hoor. Je bent bedankt. Ik ben er ook van deur.
Het is toch dat morgen pot dicht is. Tjut! Dan gaan ons ook maar eens naar boven, Eleun. Het is al zo laat en men heeft zo hard gewerkt. Ja, maar ik ben ook moe. Nee, maar. Zo ja, dan kun je gauw slapen. Ja, maar die komt niet tussen ons hoor. Zo'n roren? Nee, die komt op het kamertje aan de voorkant. Enfin, ik ga wel even mee. Ga je mee op steeds, Karel? Ja, ja. En vergeet de kluts niet, hè? Ach, nee. Bah, hier aan die keuze nu tijd ligt jammer te lang te snurken of te jodel. Bah, jod. Goeiedag, koop. Goeiedag, jongens. Zeker dat ook, meester. Zeg, Barry, zeg, je er ook niet getroffen met dat concours op Molkop. Ik werd dat geen neuten zag. Maar deze andere wel, ook. Oh, niet te weinig. Dat is ook al een groeten. Ja. Maar dan heb je geen pris gewoon, zeker. Nee, ik hoop, maar mijn vreed veel uit gehad. Maar zeg, geef onze pinte bier in de boekhouding. Alsjeblieft, jongens. Dankjewel. Goedenavond, jongens. Sanne. Het is vrij koud en mistig. Hoe was het op Molkop? Viel er nog wat van de karren? Wow, dat ging naar Sanne. Die vrouw van dat café, dat verprop maar dat. En dat kregen we een nachtje vol van. Ah, dat mag je niet mopper. Nee, dat niet. Verprop, zegt hij. Dat leek me van die peesrek niet, als we jaren 4 uur alleen. Kom, geef me nu ook eens wat te drinken, want ik ben helemaal de boot af. En ja, mijn zoon is zo, en daar ben ik ook niet meer gewend. Waar mag het zijn, mijn kind? Ah wel, ik geef een keer een tournee-generaal. Want jongens, dat ben ook de bedonderste niet. Geef me maar een appeltief. Niet je erpel. Een andere flessen. Weet je toch. Is dit Hotel Centraal? Wat zeg je, mevrouw? Of dit Hotel Centraal is? Nee, dat is hier Café Centraal. En al meer dan 40 jaar. En het staat tenslotte bij zulke letters op de rutte. O, jammerlijk. Mevrouw, meneer, kan ik u misschien helpen? Ja, mevrouw... Hou uw mond, ja, ik zal het wel vragen. Ja, ziet u, mevrouw, wij komen namelijk uit Engeland. En zijn via België hier naartoe gekomen. Maar aangezien de pont niet werkt vanwege de mist... Zoeken wij voor vannacht onderdak. Zou dat kunnen? Ja, mevrouw, dat kan hoor. Ook dan nog. Waar zullen we die placeren? Geef me ze toch onze slaapkamer. Zeg chic volk. Ja, dat zullen we daar nog moeten afwachten. Je moet eens naar die vos kijken die Hassan heeft. Die vliegt wel zijn aan, maar niet zijn streken. Allee, een beetje salant, hé? Mevrouw, meneer, gaat toch zitten, maar je zal wel moog zijn, hé? Oh ja, dankjewel, zeg. En zou het nog lukken met de kamer? Dat is al gelukt, meneer. En je mag met pyjama pak gaan doen. Oh, dank u, maar die hebben we zelf ook. Ja, zwaar naturel. Mogen wij een glaasje brandewijn van u, alstublieft? Dat zal ons goed doen, hè? Kool, 2 brandewijntjes. Zeg, mevrouw, ben we de troepie? Daar begrijp ik niets van. Dan kom je nog wel achter. Zeg mevrouw, hoe kom je eigenlijk aan ons adres? Want in feite heeft men er geen slaap in. Ja, ziet u mevrouw, wij hebben namelijk een huishoudster in dienst. En die komt hier vandaan. Goh, wie zou ik dat wel zien?